Elke keer als ik mijn kat probeer vast te nemen, krabt ze heel mijn hand open. En daarom dacht ik vandaag, het is tijd om revenge te nemen. Ik heb mijn kat opgesloten in de bunker. Het is geen dierenmishandeling, het is verdiende loon. Yo! Fucking geniaal. Fucking Marcel. Bij mensen van mijn leeftijd is het grootste probleem waarschijnlijk chaos en chaos. En bij mij is chaos eigenlijk gewoon mijn leven. Mijn kamer is één chaos. En onder elke video krijg ik wel 10 keer de opmerking. Hey! Ruim je kamer op. Dus vandaag als 150.000 abonnees special ga ik mijn kamer opruimen. En tot dat jullie dat ik dat eigenlijk echt niet kan. Dus dames en heren, ik neem jullie vandaag mee in mijn super mooie kamer die zeker niet helemaal rommelig is. Let's go! Dit gaat echt kut zijn. Ja, normaal doet mijn mama dit altijd. Let's go! Dit is mijn bed. En ik weet niet of je het een bed kan noemen, maar het is eigenlijk dus gewoon een verzamelplaats van allemaal dingen die geen plek hebben in mijn kamer. Dit is mijn bureau, die ook super netjes is en waar het zeker niet vol ligt met onnodige bullshit. Maar als je dacht dat dat het ergste was, dan heb ik ook nog de tafel. En de tafel is eigenlijk gewoon de vuilnisbak van mijn kamer. Dit is de fucking tafel en hier ligt echt alles. Maar dan ook echt alles wat er maar kan liggen op een kamer. En het stopt niet hoor, we hebben ook nog laden die vol zitten met shit en ja. Maar op de een of andere manier vind ik wel orde in deze kamer. En op de een of andere manier lukt het me altijd om dingen terug te vinden hierin. Ook verlies ik heel veel dingen. Maar de belangrijke dingen vind ik op de een of andere manier altijd terug. Dus ik weet niet hoe de fuck ik dit ga opruimen. Maar we gaan het gewoon proberen. Let's go. Ik heb hier... Dat gaat niet lukken. A few moments later. What the fuck? Apple Watch. Dit was mijn allereerste knuffel en dit gaat altijd denk ik mijn beste vriend zijn, want deze dude is er gewoon altijd. Hij noemt Stinky. De naam spreekt voor zich, denk ik. Thanks voor deze leuke pet. Shoutout naar Evita en Matisse. Mijn haar slaat ook echt nooit ergens op, dus thanks voor deze pet. Super awesome. Pekvis Army. En meer pekvissen. Ik heb mijn bed opgeruimd. Het gaat een wonder zijn als ik hem één dagje zo kan houden. Elke dag maak ik hier een fucking video aan. Elke dag werk ik hier fucking hard aan. En heel deze bureau echt, het is vreselijk. Ik snap het zelf niet. What the fuck ligt er hier allemaal? Wat is dit? Boek voor school. Die liggen nu alweer op mijn bed. Ik suk hier zo hard. Hè. Alles is hier rommelig. Echt alles. Ik heb wel dit gevonden. Het is een pot slijm. Shoutout naar Nickelodeon. Als jullie nog niet hebben gestemd op mij voor de Kids Choice Awards, klik dan zeker even op de link hier in de beschrijving. Ze spreken mijn naam zelf verkeerd uit op internet, maar oké. Het is not. Holy shit. Er is een hele vlek op mijn vloer. What the fuck? Hoe rap ik dat op? Fucking Nickelodeon. Oh my god. Dit ligt op mijn vloer. Dit ligt allemaal op mijn vloer. Fucking snot. Waarschijnlijk heb ik volgende week last van aliens of zo. Die zijn gegroeid uit die slijm. I don't fucking know. Bedankt voor de 150.000 abonnees. Ik ging normaal mijn kamer opruimen. En dit is dus precies de reden waarom ik nooit opruim. Ik haat mijn leven. Ik denk dat je nu al stevig hangt of zo. Ik hoop het echt. Alles wat hier ligt, dit zijn allemaal papieren van school. Ooit met de examens of zo ga ik deze blaadjes nodig hebben. Dan ga ik moeten leren van deze blaadjes. Nu zijn ze compleet nutteloos, dus ik ga ze gewoon een beetje mooi leggen of zo. En ja, dit is veel erger dan dat ik had gedacht. Holy shit. Ik heb mijn Nike haarband teruggevonden. Let's go! Ik vind hier boeken terug dat ik al heel het schooljaar niet heb gebruikt. Dat ik ze kwijt ben. Awesome! Nog altijd geen stap verder dan daarnet. Maar ik heb wel mijn Nike haarband teruggevonden. Dus ja, dat is ook wel gains. Let's go. Er staat hier ook gewoon een random monitor die niet meer werkt. Ik bedoel, alles staat in mijn kamer. En bijna 3/4 van al die dingen zijn kapot. En ik weet niet waarom ik die dingen niet wegsmijt. What the fuck? Ik wou dit ding gewoon dicht doen. Stop het gewoon in deze zak waar alles in gaat. Ik kan zeggen dat ik mijn leven haat op dit moment. Want ik heb nog nooit zoveel dingen kapot gemaakt in een paar seconden. Maar oké, geloof het of niet, maar ik heb net gewoon een ajuin gevonden in mijn kamer. Is het even tijd voor een leuk mopje? Wat is het verschil tussen een ajuin en een dode baby? Als ik een dode baby aan het snijden ben, moet ik niet huilen. Oh shit!
shit. Genoeg gelachen. We moeten verder werken. Voor ik op skireis vertrok heb ik inkopen gedaan. En heb ik allemaal echt bijna alles gekocht van GoPro. Wat je maar kon kopen om statiefjes te hebben. Van al deze dingen die ik gekocht heb. Niks meegenomen. Niks. Waar kan ik dan leggen? Ik weet niet of dit een slim idee is. Maar ik ga gewoon alles wat ik heb in deze doos stoppen. En ja, ooit op een dag gaat mijn mama deze doos weggooien. Bij het vuil zetten. En dan ga ik fucking kwaad worden. Let's go. What the fuck? Waarom ligt er een fucking broodplankje op mijn kamer? Oh, ik weet het niet, want het is wel altijd handig. Nu ineens ligt er hier een fucking voetbal. Ik weet niet eens waarom ik deze voetbal heb. Ik heb die eens gekocht of zo om één keer mee te voetballen. Kreeg ik waarschijnlijk ineens het geweld. Idee om profvoetballer te worden of zo. Op dit moment heb ik niks aan deze voetbal, dus let's go. Als deze softbox nog werkt, gaat het een wonder zijn. Oké, hij werkt nog. Nice, let's go. Ik weet niet wat slijm aan het doen is, maar het is gewoon al uit het blaadje aan het lopen. Echt, echt fucked. Hoe langer ik opruim, hoe meer dingen ik terugvind. En nu heb ik dit teruggevonden. En dit is een soort van, weet ik veel, handdoek van fans of zo. Ik had eens meegedaan aan een skatewedstrijd vroeger. En ik was, I don't know, laatst of zo. En ik had dit gewonnen. En I don't know what the fuck it is. Maar het lijkt op zo'n Arabische handdoek ding. Geen idee hoe je dit moet aandoen. Maar ik heb het gewoon onder mijn pet gestopt. En het ziet er wel baas uit. Super cool. Let's go. Ik denk dat jullie allemaal fucking trots mogen zijn op me. Want ik heb het een beetje opgeruimd. Het is overal weer een beetje normaal. En I don't know. Ik vind dat het er wel awesome uitziet. Het is een beetje clean. Het is een beetje opgeruimd. En ik heb daar een random helm gehangen. En als dit ding nog eens naar beneden valt, dan valt die helm ook. En die helm zit vol met stickers. Dames en heren, bedankt voor 150.000 abonnees. Ik hoop dat jullie een beetje blij zijn met het eindresultaat van mijn kamer. Het is weer een beetje opgeruimd. Ik ben Acid. Ik zie eruit als een fucking debiel. Maar oké, ik heb mijn kamer opgeruimd. Ik ben blij. Ja, eigenlijk is er niks veranderd.